In principe zou dit een lekker kort testvideootje kunnen worden. Want 4 jaar geleden deed collega Roy Kleiwecht een dubbeltest tussen de toen gloednieuwe Audi A4 Avant en de Mercedes C-Klasse Estate die toen al een tijdje op de markt was. En eigenlijk doe ik vandaag precies hetzelfde, maar dan met de facelift versies. De Audi A4 Avant is net terug van de botox specialist voor een frisse neus en een frisse kont. Terwijl de Mercedes C-Klasse Estate die behandeling vorig jaar heeft ondergaan. En aan de ruimte, wat toch een aankoopargument kan zijn bij een station wagon, verandert bij zo'n facelift natuurlijk eigenlijk niks. Dus nog altijd krijg je net wat meer ruimte in de Audi A4 Avant, zonder dat het echt een doorslaggevende reden voor aankoop kan zijn. Dus, lekker vroeg naar huis vandaag? Nee, natuurlijk niet, want zo'n facelift omvat wel iets meer dan alleen een frisse neus en kont. Hoewel, dat is bij de Audi A4 wel het grootste nieuws. Dus laten we daar maar mee beginnen. Want het is en de nieuwste en het nieuwste is ook eigenlijk het kleinst. Qua design is hij echt wel veranderd. Hij past nu meer in de lijn met de recent geïntroduceerde A6, A7, A8. Kortom, de rest van de Audi-familie. En verder is het vooral op detailniveau dingen aanpassen. Dat gezegd hebbende, er is wel één groot ding. En dat is dit bakje hier voor de versnellingspook. Of eigenlijk wat dat bakje belichaamt. Hier zat namelijk vroeger de knop voor de MMI-bediening. Dus had je gewoon zo'n draaidrukknop, het BMW iDrive systeemachtige, maar dan van Audi. En dat was heel fijn, dat was heel prettig. Dat maakte het tijdens het rijden veel accurater te bedienen, zo'n multimedia systeem. Nou, die is weg. Daar krijg je nu een bakje voor, dus alles is touchscreen gerelateerd. En dat is op zich niet erg. Ik vind persoonlijk zo'n controller fijner, want nogmaals, de accuratesse gaat erop vooruit. Maar een goed touchscreen kan een hele redelijke vervanging zijn. Het probleem is, Audi's MMI is erop gebaseerd dat het moet werken met 2 schermen. Eentje hier waar je alles op ziet en dan een heel groot scherm hieronder. Dan kun je je pols laten rusten op de versnellingspook en dan kun je schrijven op dat scherm als je een adres wil invoeren. Dat scherm ontbreekt hier, want de A4 was er nooit voor bedacht. Dus als je bijvoorbeeld een adres moet invoeren in de navigatie, dan heb je 2 opties. Spraakbediening, die werkt de helft van de tijd niet. En dat is echt irritant als je 3 keer hetzelfde adres moet inspreken. Of krabbelen op het scherm hier. Maar krabbelen op een touchscreen als je 130 gaat, nou, dat is gewoon geen prettige manier van bedienen. Dus dat is echt voor verbetering vatbaar. Sterker nog, de A4 was ergonomisch gezien, als je het multimedia systeem bekijkt, beter voor de facelift. En dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Voor de rest is hij op detailniveau wel verbeterd. Deze generatie A4 is duidelijk comfortabeler dan zijn voorganger. Hij heeft akoestisch glas, nu standaard altijd als je een Audi A4 koopt. Dat maakt hem heel stil. Je kunt nog steeds de zitpositie naar hartelust instellen. Heel diep, heel hoog, heel ver naar voren of naar achteren. Hetzelfde geldt voor het stuur. En dat maakt het wel heel fijn. Het is eigenlijk een ontzettend comfortabele auto waar de aandrijflijn ook goed bij past. Het heet 40 TFSI en dat is Audi codetaal voor een 2 liter turbomotor met 190 pk en 320 Nm vanaf zo'n 1450 toeren per minuut. En dat is eigenlijk een soort dieselbeleving. Heel veel trekkracht, je hoort hem bijna niet werken. Die motor zelf loopt ontzettend soepel rond. Het is echt een hele fijne motor die makkelijk presteert. Die prestaties ook neerzet in alle rust. Zonder een keel op te zetten, dat is echt super. Wat dat betreft is Audi van de Duitse 3 premium merken het beste met de wat minder krachtige versies. Je koopt eigenlijk altijd een fijne motor en dat is natuurlijk echt wel een dikke pluim. De S-Tronic versnellingsbak met dubbele koppeling, die, ja, ik weet niet of het komt omdat ze hem steeds wat conservatiever afstellen in verband met het verbruik of dat hij langer heel blijft of dat de automaten van de concurrentie gewoon steeds beter zijn geworden. Maar zo snel en zo vlot als S-Tronic ooit was, zo voelt het niet meer. Sowieso wacht hij heel lang met terugschakelen. Je moet echt heel erg aandringen voordat hij een keer een lagere versnelling pakt. Maar ook bij wegrijden, de souplesse waarmee hij de koppeling bedient, ja, weet je, dat doet zo'n Mercedes volautomaat gewoon echt fijner. Die is zeker in langzaam verkeer, bij straatje keren, veel soepeler. Ja, en eigenlijk dus gewoon beter. En dan is er nog 1 bindende tip. Mocht je een Audi A4 overwegen, neem niet het S-Line sportonderstel. Dat heeft deze auto namelijk wel. En alles wat ik zei over de comfortbeleving verdwijnt dan eigenlijk. Want je krijgt een auto die harder is. Maar hij wordt er niet sportiever van. Dus je voelt elke oneffenheid. Je kan best hard een bocht door. Maar door de hele vage, wispelturige besturing heb je nooit het idee dat dat leuk is. Dat je de binding hebt. En je voelt de grens ook niet aankomen. Dus op een gegeven moment ben je er. En dan onderstuurt het ding opeens heel erg hard richting de buitenkant van de bocht. Dat is echt een beetje een schrikmoment. Dus weet je, het is niet echt een auto die dynamisch is. Dat geeft echt niet. Als je met het standaard onderstel neemt, is het een hele fijne auto voor de lange afstand. En dan is het prima. Dan is het echt een prima alternatief voor bijvoorbeeld zo'n Mercedes C-klasse. Maar met zo'n S-Line sportonderstel, dan is het eigenlijk vlees nog vis. Het is één niet sportief en het is niet lekker comfortabel meer.
Nee, dan de Mercedes C-klasse. Die richt zich heel nadrukkelijk op één ding, comfort. En dat is het dan ook. En dat resulteert in een veel fijner pakket. Maar sowieso, de basis van de C-klasse is eigenlijk net wat fijner. Het feit dat die achterwielaandrijving heeft bijvoorbeeld. Maar vooral het feit dat de motor wat verder naar achteren komt te liggen. En dat is gunstig voor de gewichtsverdeling. Dus je kunt er minder hard mee dan met de Audi. Maar dat is echt een bandenkwestie. Deze heeft eco-contact en die Audi staat op sportcontact. Zou je het omdraaien, dan gaat de wegligging waarschijnlijk ook omgedraaid. Maar belangrijker, op het moment dat je bij de limiet in de buurt komt of daar per ongeluk een keertje overheen gaat omdat je bocht verkeerd inschat, dan onderstuurt deze veel minder hard. Het voelt allemaal wat beheerster. Nogmaals, die Audi kan meer, maar dat is echt een bandenkwestie. Als je puur kijkt naar het onderstel en wat dat kan, dan is de Mercedes eigenlijk gewoon in alles beter. Hij is comfortabeler, hij is coherenter. De besturing is grappig genoeg vrij direct voor zo'n comfortabele auto. Maar niet vervelend. Hij is, biedt ook geen gevoel, net als die Audi, maar is wat voorspelbaarder. En daardoor komt het hele pakketje beter tot zijn recht. Alle onderdelen versterken elkaar in plaats van in die Audi met de S-Line. Dat één onderdeel eigenlijk tegenovergesteld werkt aan de rest van de onderdelen. Dus dat is een pluim voor de C-klasse. Het is gewoon een fijn rijdende, comfortabele auto die ook bij hoge snelheid nog stabiel blijft. Keurig, helemaal prima. Kijken we naar de aanlijflijn. Nou, wat ik zei, de automaat. Dat is de nieuwe 9G-tronic. 9 versnellingen. Gewoon een volle automaat met koppelomvormer. Heerlijk soepel. Dat is op zich positief. Alleen de manier waarop die werkt, het hele lijzige van die automaat, snel opschakelen, zoveel mogelijk souplesse erin proberen te houden, dat past beter bij een grote motor die het dan ook allemaal op zijn sloffen doet. En dat is bij de facelift een beetje veranderd bij de C-klasse. Want de C200, dat is nu een 1.5 turbomotor met EQ Boost. Dat is eigenlijk een uit kluiten gewassen startmotor. Die kan nog 14 pk aan het totaal bijdragen. Dus je hebt in theorie bijna 200 pk. 197 geloof ik uit mijn hoofd. Maar wat die startmotor levert, dat is maar zo'n klein onderdeel. Dat uiteindelijk moet die 1.5, die moet heel hard werken. En omdat het een vrij kleine motor is met een vrij hoog specifiek vermogen, hangt hij aardig aan zijn turbo, moet hij ook best wel wat toeren draaien. En dus gaat die automaat continu op zoek naar de juiste versnelling. En dat haalt een beetje de rust uit de aandrijflijn. Dat is jammer. Ik denk als je hem met een wat grotere motor neemt, dat het echt een heerlijk, soeverein gevoel is. Deze motor, hij klinkt wat rauwer dan die Audi. Je hoort hem ook meer, omdat de C-klasse wat minder goed geïsoleerd is. Ja, die basismotoren zijn bij Audi gewoon beter dan bij Mercedes. Voor de rest, heerlijk. Maar die motor, dat is het dan net even niet. En zo komen we bij de conclusie dat er weliswaar een hoop veranderd is bij de facelift van de Audi A4 Avant en de Mercedes C-klasse gesteed, maar dat het niet allemaal beter is geworden. Het multimedia systeem van de Audi was bijvoorbeeld beter voor de facelift en de C200 motor van de Mercedes was beter voor de facelift. En dat is eigenlijk wel kwalijk als je bedenkt dat de prijzen van dit soort auto's er ook bepaald niet om liegen. Deze auto kost inclusief opties 60.000 euro, die Audi 65.000 euro. En het is niet dat je voor de ruimte betaalt, want het zijn station wagons. Er kan best wel wat in, maar als je gaat kijken naar iets van een Mondeo, dat biedt je een stuk meer ruimte nog. En hetzelfde geldt op de achterbank. Ze zijn goed voor een gemiddelde Nederlander, maar zeker niet overdadig ruim. Je zal hem niet verwarren met een Skoda Superb, om er eens wat te noemen. Dus waar je voor betaalt, uiteindelijk dat geld, is de verwennerij. Het feit dat je een luxe auto hebt met veel opties, fijn rijgedrag. En dat valt goed te verantwoorden, maar er moet wel eigenlijk altijd alles beter worden. En het is jammer dat dat niet het geval is. Laat onverlet dat als je gaat betalen voor de verwennerij, dat de Mercedes dat nog altijd beter doet dan de Audi. I've been a human being.